Ik heb een heel klein quizje voor je gemaakt. Vind je het leuk? Ik heb nu alles fout. Hoe valt het op de Olympische Spelen? Ik vind het sowieso een eer om hier te mogen zijn. Ja. Maar het sfeertje is echt top. Ja, het is heel gemoedelijk. En we hebben natuurlijk een hele hoop te vieren. Dus dat voel je wel hier. Ja. Ja. Hoe voel je dat? Waar zie je dat? Nou, ik zie het vooral aan de liefde onderling of zo. Vooral gisteren toen Esmee, zeg maar, die gouden plak won. Dat dus zomaar vele mensen gaan huilen en zo blij zijn voor eigen meisjes die ze helemaal niet kennen. Ja. Ja, dat is, dus die liefde voel je wel. Ben je een sportliefhebber? Ik hou heel erg van sport. Maar dan kom ik toch wel uit bij het voetbal en het boksen en wel iets warmere temperaturen. Wat vind je van de Koreaanse cultuur hier? De Koreaanse cultuur. Nou, iedereen is zo vriendelijk en zo schattig en lief. Ja, ze zijn echt lieve mensen, hè? Ja, echt. Ja. Het zijn hele lieve mensen, inderdaad. En zoals net ook in het restaurant ging alles fout, maar ze zijn zo lief dat je er maar niks van kan zeggen. Hey, hoe ga je die tent daar nou op zijn kop zetten? Nou, het is vandaag natuurlijk even moeilijk omdat we niks hebben gewonnen nu. Nee. Dus, extra uitdaging voor jou. Jij moet het nu doen daar. Ik moet echt extra mijn best gaan doen. Ja. Er lopen alleen maar chagrijnige mensen rond. Ja. Die moet jij even omturnen. Ja, maar ik ben heel goed met chagrijnige mensen, hoor. Ja, dus dat, hoe doe je dat dan? Ik weet het echt niet. Ik ga gewoon mijn ding doen en ik ga gewoon hele flauwe grappen tussendoor maken. En volgens mij is de helft Canadees en zo, dus dat vind ik ook nog wel grappig. Ja. Ja. Ja, die kennen jou dan natuurlijk niet. Ja, maar Canadees. Ik kan wel Nederlands zingen. Ja. En mijn Canadees is ook niet zo goed. Dus nee. Ik heb een heel klein quizje voor je gemaakt. Leuk? Ik heb nu alles fout. Wie won goud op de 3000 meter voor vrouwen? Was dat Carlijn Achtereekte? Was dat Antoinette de Jong? Of was dat Irene Wust? Dat is Carlijn, toch? Ja, Carlijn. Achtereekte. Welke snowboarder moest door zijn val tijdens de laatste training de Spelen vroegtijdig verlaten? Wie was dat? Ja, die jonge. Hoe heet die nou? Ik heb het naar ABFC. Of C. Cheryl Maas, Nick van der Velde of Michel Dekker? Nee. Dat doet je allemaal goed, hè? Ja, in social media. Ik zie dat je zenuwachtig bent, maar je doet helemaal niks dit. Het zijn nog maar 38 vragen. Voor welk land komt Ted Jan Bloemen uit? Is dat A, Nederland, is dat B, België of is dat C, Canada? Canada. Dat is allemaal goed. Ja, heb je het echt goed? Ja, serieus. Waren drie gokjes? Ja, ik dacht eigenlijk Ghana, maar ik dacht nou, dat zal het wel Canada zijn. Nee, dank je. Het is allemaal goed, hè? Yes. Het is allemaal goed.